Vrijdagavond werd in het stadhuis het jaarlijks Nimweegs Dicté afgenomen. Het thema van dit jaar was ga toch fietsen. Het Giespers was, net zoals vorig jaar, de winnares van de dicté. En ging met de gradus van Nimwegen bokaal aan de haal. De opbrengst van de avond ruim 1000 euro kwam ten goede aan de voedselbank. Voor de achttiende keer het Nimweegse dictee, moet je eigenlijk zeggen. En dat betekent dat we proberen de Nimweegse taal, hè, een, een wijk, streek, eh, regionaal dialect. een beetje toch toegankelijk te houden. ...tot de lengte van jaren, want anders sterft het uit. Er zijn verschillende meningen over. We hebben daar ook een, een, een professor die daar iets over komt vertellen... ...professor Roland van Hout... ...die iets over de streekdialecten gaat vertellen. En ja, sinds jaar en dag heb je natuurlijk ook wijkgebonden... ...denk aan Waterkwartier, Willemskwartier, Kolpingbuurt... ...die hun eigen dialect hebben. En dat is wel weer uh, een highpoint worden... ...dat mensen het weer leuk gaan vinden. Ook mensen die een beetje hey, normaal Nederlands praten... ...het af en toe toch... ...gaan pakken om weer Nimwegens te praten. En dat doen wij al sinds 18 jaar met veel succes, want er komen er ruim 100 man op af. Het leuke is dat de burgemeester de Grades van nimwegen uitreikt. Grades was een bekende Nimwegenaar die Almotte Krupen uh, heeft bedacht. Um, Dick Bos doet altijd mee, de voorzitter van N1. Uh, Reinhard van Assendelft, de grote programmeur voor uh, VeloCity volgend jaar. En ja, en, nog een heleboel anderen. Misschien hebben we ook wel Tom Dumoulin. Het prachtige boekje, Opa en Opo Plus, vertaald door Jan Roelofs. Dat wordt verkocht hier en het, de meeropbrengst gaat naar het goede doel. En dat is de voedselbank. En dat doen wij als Lions Keizer Karel uh, ieder jaar. Een goed doel, want het hoort bij ons.